Slingers, ballonnen, toeters en bellen bij PSV Fanworld in het kader van het eenjarig bestaan. En natuurlijk ook Foxy, die van trotse kinderen te zien krijgt wat hun aankoop is in PSV Fanworld. Dat een eerste succesvol jaar achter de rug heeft. Absoluut. En dat zie je natuurlijk in eerste instantie ook aan hetgeen wat er in de fysieke winkel gebeurt. Hoe reageren consumenten en supporters op je collecties? Want we hebben natuurlijk ook wat uitstapjes gemaakt naast alleen maar PSV. We zijn voetbalschoenen gaan verkopen. We zijn buitenlandse clubsreplica's gaan verkopen. Het Nederlands elftal. Ja, we hebben dat echt allemaal succesvol doorverkocht. Het Nederlands elftal is rondom het WK natuurlijk erg goed geweest. Maar wat we ook merken is als Ibrahim Afellay naar Barcelona gaat, wij verkopen de Barcelona-shirts. Nou, ook die zijn niet aan te slepen, dus dat gaat allemaal erg goed. In het kader van de feestweek had Nike zijn tenten opgeslagen in PSV Fanworld en konden klanten nieuwe schoenen ontwerpen voor de spelers van PSV. En op de computer ziet dat er dan zo uit. Maar PSV Fanworld is natuurlijk meer. Het is alles onder één dak voor de supporter van PSV. Niet alleen merchandising en winkels, maar ook Foxy Club, stadiontours en kaartverkoop. En de wensen voor de komende jaren zijn duidelijk. Nou, in ieder geval succes voor PSV. Hè. Dat helpt ons altijd. Hè. Dus hoe beter het op het veld gaat, hoe beter het ook hier zal gaan. Wij zijn hier druk bezig met het optimaliseren van de organisatie. Hè. Nog beter werken aan collecties, nog beter operationele processen. Ja, en op naar 100 jaar PSV. Hè. Dat is onze dichtstbijzijnde horizon. En dat is dan in 2013. En tot die tijd wordt er volop gewerkt aan de ontwikkeling van PSV Fanworld. En kan iedereen nog steeds met Foxy op de foto.